Hij loopt dus van A9 tot de A8. Dat is daar vandaan. Dus je ziet die flats dwars door de golfbaan heen. Zo helemaal door naar Assendelft. Rechtstreeks naar de verbinding met de A8. Als het aan gedeputeerde staten van Noord-Holland ligt, loopt de nieuwe verbindingsweg A8-A9 in de toekomst midden over deze golfbaan. Ik ben er enorm verbaasd over. We hebben nu het gevoel dat, dat het eenrichtingsverkeer is en ja, dat wij eigenlijk gewoon de pineut zijn. Volgens met ons allen eigenlijk op dezelfde manier behandeld. Namelijk, we mogen zeggen wat we willen, maar er wordt niet rekening gehouden met wat wij zeggen. Op basis van de plannen die de provincie heeft gemaakt, hebben wij zienswijzers ingediend. Waarin we duidelijk hebben uitgewerkt wat de consequenties voor ons zijn in dit gebied. Qua geluid en qua fijnstof, dus milieuverontreiniging. Daar wordt gewoon helemaal niet op gereageerd. De keuze voor de golfbaanvariant heeft voor de golfbaan en voor de wijk Broekerpolder veel negatieve gevolgen. Voor ons als vereniging betekent het jarenlang onzekerheid. Onzekerheid voor de werknemers, 25 mannen en vrouwen. Onzekerheid voor alle leden. En dat vind ik buitengewoon vervelend. Er komt veel meer verkeer bij. Er komt 50.000 tot 80.000 autobewegingen bij, terwijl je nu ongeveer op 100.000 zit. Dus het neemt enorm toe, de hoeveelheid verkeer, waardoor ook de toename krijgt van geluid en van milieuoverlast. Het besluit voor het golfbaanalternatief wordt begin juli voorgelegd aan provinciale staten. Als die akkoord gaan, wordt het plan definitief. Als het doorgaat, dan zullen wij het aanvechten tot aan de Hoge Raad. Van deze beslissing zijn jullie in ieder geval niet blij? Wij zijn zeer verontwaardigd.